Marokkaanse tedigheid. Marokkaanse tedigheid. Ben je slaaf geworden? Ben je slaaf geworden dan? Sliep nog wel, ja? Sorry man. Ja, maakt niet uit. Nee, ik was kwart over elf wakker, kwart over elf. Ja? Ja, ja, ja. Ik was leuk man. Wat dan? Laat naar bed gaan. Ja, beetje. Beetje. Wacht even. Goed, goed man. Met jou rustig? Oh, je moet even tekenen. Of staan een schijf erop, joh. Kijk. Rijk je lekker, kokos. Moet toch, je kan nog niet zomaar. Heb ik hier geduwd? Ik wil beginnen. Ik wil beginnen en. Lekker in, lekker in. Die heeft tekenen. Ah. Oh, oh, oh. Moet je ook eens doen, douchen? Hé, hey, maar ik moet mijn tanden poetsen. Maar er zit een rotte. Ik heb een rotte kies. Moet ik helpen? Waar staan we voor? Ah, ik ben wel gewend, hè. Mooi, hè. Dat is wel beter geworden, Jan tekening, hè? Sowieso. Sowieso. Ja, als je hem vaak doet, dan. Ja, is je vriend kampioen geworden gisteren? Wie? Moet boksen. Ik boksen. Eergisteren, ja man. Oh, netjes. Ja man, hij heeft hem gewonnen man. Wereldkampioen. Wereldkampioen. Ik zag het op die Instagram van je. Ja, ja, ja. En ja. Je woont mooi hier, of niet? Ja, dus, ja, lekker hier man. Niet slecht. Had je hem gekocht of gehuurd? Gekocht man. Heb je hem gekocht? Dan staat hij nou in de verkoop. Staat hij in de verkoop niet? Ja man, staat hij in de verkoop. Ja toch? Natuurlijk niet, ja. Nee? Nee, ja. Wat dan? Nou ja, ik hou hem gewoon. Je gaat hem gewoon erbij. Ja. Of als je terugkomt. Nee? Dit is wel mooi. Ik heb hier nog nooit, deze buurt ben ik nog niet geweest. Het is allemaal nieuw, hè? Het is ook niet zo lang al, hè? Het is niet zo lang nee. Echt. Het is allemaal nieuw. Want... Die gebouwen zijn allemaal nieuw, man. Ja, mooi man. Mooi gebied. Volgens mij zijn er vier gebouwen zo die er al best wel lang staan, maar voor de rest. Oké. Okay. Alles is nieuw gebouwd. Man. Ja. En hier is AFC. Mm-hmm. Amateurclubje. Die zit je ding als check van geld altijd. Waar? Hier, bij AFC. Dat is zijn club. Kijk hem, Jackie. Hé, ben je fit? Klaar voor WK? Ja, sowieso man. Lekker hè? Heerlijk man. Mooi man. Zo. Wanneer ga je trainingskamp? 24. 24, oké. Okay. Ja, oh, dan heb je nog even vrij. Nu. Ja, ik heb nu een week rust gehad. Ja? Vanaf morgen weer trainen van mezelf. En dan tot 24, dus dan heb ik 8 dagen om liggen. Ja, lekker man. Je gaat wel voor je moet wel, ja, tuurlijk, je moet wel wat doen. Ik heb een week even mijn rust gepakt gewoon. En nu 8 dagen even bikkelen en dan. Ja, want je was dan 3 weken voorbereiden. 3 weken, hè? Ja. Hey, wat voor auto rij je? AMG? GLE gewoon. Oh, GLE. Oh ja, toen had je een C-klasse, toch? Ja. Mooi. Ja, nu wat hoger. Veiliger of zo. Ja, hoog rijden is wel lekker man. Nee, maar even kijken, ik wou even terugkomen op die, die selectie van die pre-season voor die voorbereiding en zo. Maar lijkt me wel mooi man, echt een WK te spelen. Ja, voor jouw eerste keer ook. Voor mijn Marokko, keer, dus ja, voor Marokko weet je, ook. Ik weet ook niet. Je speelt eerst tegen Iran. Ja, dan Portugal. En Spanje. En dan Spanje. Nou ja, het kan altijd, je weet het nooit. Ja, het kan sowieso altijd, want voetbal is een... Ballen rond, hè? Ja, toch? Dus alles kan. Alles kan. Alles kan, ja, slaap in de ogen. Kan, jongen. Slaap nog in de ogen, mooi kerel. Mooi vet ben je, joh. Maar parla italiano? Sorry? Spreek je Italiaans? Nee, man. Nog niet? Nee, man, nog niet, man. Ik weet nog van niks, man. Dus, Nee, je weet van niks? Ik weet van niks. En, pas na het WK ga je kijken op wat voor dingen er echt spelen. En, maar je gaat wel weg. Ja, dat is wel mijn voorkeur. Ja, wel jammer. Mooi, maar ook, dat je, ook dat je gewoon door de supporters bent gekozen van Ajax als zeg maar man van het seizoen. Dat is wel een mooie waardering toch? Terwijl je best wel een rare band had met die gasten ook. Tuurlijk, dus, ik heb het zelf niet verwacht. Nee. Dus het is wel leuk dat je toch wel van de ene deel een stuk waardering krijgt. Ja, familie man toch? Mama en papa. Ja. Mama. Mama, hè? Ja. Is het dan, papa is er niet meer. Oh, je vader, sorry. Spijt me. Ja. Dus Nee, dat wordt zeker in het begin lastig, maar ik weet wel. Dat zij heel veel daar zal zijn. Ja. Dat gaat ook voor mijn broers en vrienden. Dus daar maak ik me niet al te druk. Ik had dat ook, ja. Ik had mijn moeder daarheen gaan, naar Engeland.
kan ook niet zonder mijn moeder, had een eigen huisje gewoon. Ja, precies. Dus dat zijn wel de mensen die graag om je heen wil hebben. Ja. Ja, je loopt veel meer. Loopt veel meiden daar, man, bij jou. Dat nieuwe gedeelte. Ik ben daar nog niet. Het oude gedeelte ken ik wel, Amsterdam. Alleen maar zakenmensen daar, joh. Ja, ja, ABN is zit daar. Ja, maar zakenmensen die rond deze tijd komen ze naar beneden, komen ze eten. Ja. Oh, ik keek mijn ogen uit, joh. Dat is niet normaal. Ja. Ik wou weer verhuizen naar Amsterdam. Lopen een paar goeie rond, hè? Ja. Heb jij geen vriendin? Nee, man. Gewoon vrijgezel. Af en toe een keer. Genieten van het leven. Eén keer in de maand. Lekker genieten van het leven. Ja toch? Ja toch. Geen verplichtingen? Geen verplichtingen. Dat is wel lekker, ja. Ik hoef mij bij niemand te verantwoorden. Nee. Heerlijk nog. Lekker, doe wat je zelf wilt, met je vrienden weg. En niet de hele dag. Schat, waar ben je? Ja. Hoe laat ben je thuis? Met wie ben je? Stuur eens een foto. Ja. Allerlei dingen gaan verzinnen. Eten staat klaar. Eten is klaar, kom je thuis, wordt koud. Nee, jezus, Mina. Dat wil je, dat zoek je ook nog niet nu. Nee, dat zoek je niet. Ik ben hele andere dingen bezig. Alleen escort. Ik laat jou ze bellen toch? Ja, maar ik ben wel. Ja, dat weet ik. Voor jou. Dat weet ik. Ik het niet meer. Vroeger wel. Ook toen ik bij Ajax zat, jongen. Oh. Portugal, ik weet nog wel, Portugal. Jezus Christus. En Milaan dan? Nee, Milaan is wel rustig eigenlijk, hoor. Die vrouwen hebben wel... Heeft je zelfrespect? Ja, zelfrespect, precies. Die vrouwen zijn niet makkelijk dat je zegt van, oké, kom nu, gaan we even lekker op bed liggen. Nee, echt niet. Gewoon relaxed, hè? Tranquille. Eerst kijken. Ja. Ja. Eerst eten en zo, en dan een paar weken en dan. Maar misschien mag je dan een keer mag je erop. Maar Engeland niet. Engeland is gewoon, geef één glas cola. Jezus! Ik zweer het, hé! Hey. Die blijft terugkomen! Nee! Vriend, mag ik handtekenen niet? Ja, wel rustig. Ja. Rustig, ja. Het is. Tenminste, buiten de training om is het een rustige vent. En. Qua training heeft hij. Heeft hij vaak wel. Je trainingen duren wel lang, ja? Moet je wel zeggen, maar okay. Buiten de trainingen om, zeg maar, en alles, dan weet hij wel met spelers om te gaan. Okay. Dat is wel een kwaliteit van. Ja. Dus hij is niet zo, zeg maar, een, zo'n kou of zo, weet je die? Nee. Hij praat zover, tenminste wat ik zie dan, als ik op de club ben, hij praat wel heel veel met spelers. Ja. En dat is wel heel goed. Okay. Versta je hem wel? Versta je hem ook allemaal? Hij praat soms wel eens snel, maar het komt wel binnen. Het komt wel jij komt ook eigenlijk uit die buurt. Een beetje uit die buurt. Dus ik, weet je? Jij begrijpt me wel. De taal een beetje. Je begrijpt me wel. Ik begrijp me wel. Jezus, Mina. Hier, dan word je weer mijn vrienden. Jouw vrienden? Ja, man. Dan ga ik bij jou aangehouden. Dat maak je, hè? Is een kale kop, hè? Ik denk ze crimineel. Wat deed je pet af? Mag je doorrijden? Ja, dat wel. Nee, vriend, mag ik handtekenen niet? Ja, zo gaat het makkelijk, hè? Ja. Assalamu alaikum. La tansaw al-a'jaba bil-video wal-ishtiraka fil-qanaa. Tashji'an lana linastamirra bi-nashri al-mazidi insha'Allah.